Willem Krishnarayan Prasad Baldeo, de directeur-eigenaar van busbedrijf Le Grand Baldeo en Boscoffery Tours Incorporated, is gisteren met staatseer gecremeerd. Hij overleed op donderdag 1 oktober. De grootvader van Baldeo begon de veerdienst tussen Albina en Sint-Laurent te onderhouden en tegelijkertijd werd tussen Mungo en Albina een busdienst opgestart. Met het certificeren van de bedrijven Le Grand Baldeo NV en Boscoffery Tours Incorporated in 2010 werd de kwaliteit van het vervoer tussen de drie Guyana's gegarandeerd. Volgens minister Albert Jubitana van TCT is het heengaan van Baldeo een groot verlies voor de transport- en toerismesector. Te midden van het verdriet en de pijn is het een troost te weten dat het leven van onze geliefde Willem Baldeo een welbesteed leven is geweest. Today we celebrate the life of a dear father and grandfather, a son of this nation, a friend, a pioneer, a mentor, an entrepreneur. A man met een kleurrijk leven. Aan u allen, de nabestaanden van Willem Baldeo, wil ik namens de regering meegeven. Laat men met zijn heengaan zijn visie niet laten doodbloeden, maar pak het op en ga in hetzelfde spoor verder. Put kracht uit wat Willem Baldeo heeft neergezet. Ook oud-president Ronald Venetiaan sprak enkele woorden van troost tot de nabestaanden. Hij gaf aan dat Baldeo een grote ontwikkelingswerker van Suriname was. Maar laten we niet vergeten zijn moed om in de moeilijke dagen die Marowijne heeft gekend, om door te blijven werken. Zijn bijdrage te leveren aan transport voor degenen die dat nodig hadden. Transport voor degenen die naar het oosten moesten. Transport voor degenen die naar het westen terug wilden. Wij als, en laat mij mijn spreekbuik maken, van niet alleen de Nationale Partij Suriname, waarvan ik erevoorzitter ben, maar ook spreekbuis van de burgers van Suriname. Wij brengen op deze dag hulde aan vader Baldeo, Le Grand Baldeo. En in feite roepen wij Suriname op om ervoor te zorgen dat de herinnering aan deze grote werker levend blijft. Oud-president Ronald Venetiaan. Willem Krishnarayan Prasad Baldeo, de directeur-eigenaar van busbedrijf Le Grand Baldeo en Boscoffery Tours Incorporated, is gisteren met staatseer gecremeerd. Hij was weduwnaar van Rosemarie Pandey en laat 6 kinderen, 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind achter. Baldeo werd 86 jaar oud.